can't believe it. You're back. You said the darkness won't let you die, but I never believed you. It took it 4 days to repair you after you got shot in the face. I'm losing my fucking mind. Look, Jackie, I don't know how to tell you this, but they arranged the funeral for your Aunt Sarah today. God damn it. God damn it. It's my fault. It's my fault they killed her. It was that prick Bragg. After he shot you, your Aunt Sarah, he... Jackie, I'm so sorry. Jesus. It's all gone to shit. Your boys beat the Brotherhood back. Chased them out of here. But you know that wasn't the last of them, right? We can't let the Brotherhood take the darkness, Jackie. That's not gonna happen. The darkness. The darkness has Jenny's soul. And it wants these Brotherhood jackoffs dead and the siphon for itself. If I don't play ball, it says it'll keep her forever. Jackie, that siphon in the darkness's hands, it's not good. It's too powerful. With the siphon, it could overwhelm you. Take control completely. I don't have a choice. I won't let it hurt Jenny. Jackie, let's take a step back here, okay? Let's think about this. So what if she isn't even real? The darkness plays tricks on you, huh? And makes you see things. No, it's her. I know it. I feel it. So, what are you gonna do? I'm gonna go to my Aunt Sarah's funeral. Then I'm gonna go kill a lot of people. Be careful, Jackie. The Brotherhood will stop at nothing to get the darkness. Nothing! Goed, dames en heren, welkom weer bij een nieuw avontuur met Search On Productions. Vandaag deel 8 van The Darkness 2. You go about your day. I'll find out what I can. Nou, zoals je waarschijnlijk voor nog een aflevering misschien zat ik in het gekhuis. Wat waarschijnlijk niet de realiteit is. Maar we zijn ook niet zeker of dit ook de realiteit is. In ieder geval heb ik heel erg het idee dat ik een beetje geluid een beetje hard staat. Dus we gaan eventjes wat geluid zachter zetten hier. You are my puppet. I think that will do the trick for now. I don't know. Even iets lager allemaal. Oké. Maar in ieder geval noem je dat. Aunt Sarah is vermoord. En dat gaan we nou. Hij staat nog steeds van mijn gevoel een beetje te hard. Dus wel even weer wat zachter zetten. Ik vind dat. You are my puppet. Moet goed gaan zo. Ik blijf nu een herhaling vallen. We gaan gewoon verder. Mannetjes. En jullie nog een herinneren. Volgende keer en vorige keer kunnen jullie herinneren. Good to see you back on your feet, boss. Ja. Someone's gonna pay out their ass for this jacket. We gaan, The one time Nigel finally takes me out, they destroy the place. Waarschijnlijk weer tijd om te praten. Dat hebben we al gedaan, dus ik weet toch niet hoe het ons. You don't want to go out there, kid. Nothing you need to see. Ah, oh, fuck, Jimmy. Occupational hazards. Yeah. Let's go. Ah. Boss, we're ready to head to the cemetery. Just okay. Say the word and we're gone. I'm ready. Say goodbye to Aunt Sarah, Vinny. You go ahead. I'll make sure. Het is even een tijdje geleden dat ik weer een video gemaakt heb. Sorry daarvoor. Ja, hoe moet je dat? Sommige dingen gaan eenmaal voor. Dat, ik ga proberen weer 18, het weer wat vaker. Numbers for my cocksucking Uncle Paulie. I used to kill time at Rocco's. Real shithole of a bar. But the waitress, biggest tits you ever seen. I'm pissed drunk this one time, and I hear someone call my name. Next thing I know, five goons are stomping my head in. Fucking assholes put me in a hospital for a week. Two people sat with me the whole time. Jenny and my Aunt Sarah. Yeah. My last day there, when I'm finally healed up, Aunt Sarah leans in, slips me a piece of paper. It's got the names and addresses of the assholes who put me in there. One look and I got the lesson. I wasn't gonna make the same mistake those fuckers did. Zal ik even vergeten. Oké.
Dit stukje is voor mij dus compleet nieuw, moet ik je zeggen. Ja, ik heb al een heel stuk gespeeld, maar dit is wel volledig nieuw voor mij. Jackie, none of this is real. Are you sure? Here you go, Jackie. Thank you. I guess. Ik ben even ondertussen even mijn timer aan het instellen, want dat doet er ook bij natuurlijk. Dus eventjes geduld. Oké. Hey, I've got an umbrella! Oh. Yeah, can I smack you with that? I want to smack... No, kan ik niet. Hey, jammer. Hoi! Fenne! Come on, Jackie, let's you and me head up. Okay, I will the head church up. Put on a beautiful service. Yeah, they did it right, didn't they, Vinny? You bet. Top shelf all the way. Classy. A little long, but you know us Catholics like to talk. Weet je wat met nou pas trouwens opvalt? Is dat die poppetjes zijn best wel een beetje 2D shaded, zeg maar, als het ware. Als je goed kijkt, als je een vier kop dicht had, kan ik praten. Ze hebben een zwarte streep om zich heen. You know there ain't no one's gonna back you up more than me, Jackie. Just give the boys something to go on, okay? Well, not for nothing. You spent 4 days in the back room with that crazy prick Johnny when by rights you should have been dead. We just want to know what we're up against here, you know? Let's go up. Okay. People are gonna be glad to see you back in one piece, boss. I tell you, it wouldn't have been the same seeing your Aunt Sarah off without the old Jackie Estacado. Ah! Loop gewoon, weet je, schiet gewoon tempo. Weet ik veel van. I'm sorry for your loss, Jack. I don't care. Het is een beetje rot weer, kan ik zeggen. I know this is a tough pill to swallow, Jackie. But she's home now, right? Buried here with the rest of your family. It's a shame Jenny wasn't buried here too, you know. She was family to you. I'm sorry she's gone. She's always with me. Jackie, I know what a terrible burden you carry, but carrying that burden is what made you strong. What'll get you through this? I want you to know... You're not a grape! You're not fruit! What the fuck? What the fuck? Oh, shite. In the dirt. What the frick? That's one tough old lady, Jackie. How many times do I have to shoot her before she surrenders? She's already dead, you moron. She's already fucking dead, bitch. Where's that fucker? Now I'm really fucked up mad, you know? Look what you did, motherfucker! Ik heb geen pistolen meer. God damn it! Fucker. Oh. Kom hier. Now you made me really mad, you know that? Fuckers. I'm so fucking mad right now. Come and get me if you want to. Oh, daar ben jij, sorry. Had ik niet gezien. Ja, ik moet weer even, ik moet weer even inkomen. Ah. Fuck.
Wat is dat? Oh, cool. Dat zijn dingen die ik op kan pakken natuurlijk. Ja, zoals ik zei, ik moet weer even inkomen. Dus dan weer een beetje... Bijna gewoon een wind gelaten. What the fuck, man. Gast, serieus? Waar de fuck is die me vol? Oh, gaan we zo doen. Gaan we zo doen. Kan ik ook, hè? Fucker! Oh, fucker. You motherfucker. Waar de fuck is die Mogol? Waar is die Mogol? Oh god damn it! Hij stond er bovenop. Oh, daar ben je. Yeah, you better run, you motherfucker. Punish him. Yeah, I'm gonna punish him for that's for sure. Fucker. Where is die mogol? Ja, doe je. Doe je ding. Sorry. Ah. Even zien hoor. Dat was te verwachten. Wat is dat doen? Rare vogel die er rondloopt. Dat is eerlijk waar, echt. Fucking light. Waarom ben je het verbergen? Wat ben je aan het doen? What the frack, man? Je ziet echt gewoon aan mijn, op de manier hoe ik bezig ben, dat ik gewoon pist ben, hè? Nou ja, natuurlijk. Ik weet het even niet meer, eerlijk gezegd. Goed plan.
gebeurt echt van alles hier, dat ik gewoon even niet meer weet wat ik moet doen, hè. Ik moet daar doorheen, dus kan ik niet zomaar naartoe. Offhand is over there. Out! Check nu weer terug. Mijn gun die kan ik gewoon weggooien, want het schiet ook lekker op. Sterf gewoon. Oh, gaan we zo spelen. Oké. Even kijken, ik had die ook nog. Fucker. Een fucker, hè? Eerlijk waar. Hallo? Anybody home? Fuckers! Oh, I gotta kill the lion. Fucker! Wat een bitch, hè? Godsamme, man. Oh, nog meer wat ik hier kan looten. Shit, dingen. Zit te lachen, m'n rol. Hey, fucker!
Ah, dit is echt fucked up, dit. Ja, ik weet het. Ik was er nog niet. Auw. That hurts, you know. Fucker. Ja, is je mina, man. Ja. Over zijn dit, ik ben er gewoon helemaal klaar mee. Ja, moet wel wat available zijn nou, denk ik. Ja. Doe je met me, jongen? Jij bent een motherfucker. Kom dan. Hé, heb ik hem nou eindelijk? God non de je jongen. En nu? Zit hij op de grond, dan moet ik hem You're just a vessel for the darkness, Estacado. You're a flesh-covered suitcase. A temporary. Let's go! Go ahead.
to. Hey, ik kan niks doen. My reward. Sloop hem dan. This suffering in the name of the Brotherhood. Where's your boss hiding? What makes you think he's hiding, huh? Hiding from weakness like you? Ik vind het al leuk wat hij doet. He's a Hellgate. Oh, no. Just shut up and kill the motherfucker, will ya? Come on. Memories there, huh? Come pay us a visit. We're waiting for okay. You. Hellgate, huh? Better than you. Thanks for the help, asshole. He's dead. Oh yeah. That's right. Yes. First time you kill a man, you come to a crossroads. You learn something about yourself. You don't learn what you're capable of or how bad a person you are or any of that bullshit. Really? You learn you can sleep at night after, or you learn you can't. You're either haunted or you're not. You're not. I was 16 years old the first time I killed a man. And I slept like a baby every night since. Geweldig. That's me. I'm looking still fine. Yeah, okay. Goed. Hey, kan ik in mezelf kijken? Zag ik mezelf hier ergens? Waar was dat? Oh, hier. Oké, mensen, bedankt voor het kijken natuurlijk, hè. En subscribe, like en al die dingen, je weet hoe dat gaat, zoals gewoonlijk. De volgende keer deel 9 dus van The Darkness 2, mits ik mijn computer niet opnieuw moet installeren, want het gebeurt nogal eens vaak. Bummer. Ja, en als dat gebeurt, ja, dan denk ik niet dat ik dit spelletje nog een keer ga installeren. Maar in ieder geval, ik hoop dat we de volgende keer wel gaan kijken en in ieder geval, tot de volgende keer. Dag hoor, doei!